Hoi, ik ben Melanie en samen met Marco heb ik een camping in Frankrijk, in de Auvergne en dat ligt in het midden van Frankrijk. En vandaag heb ik een natuurweetje voor jullie over de vleermuis. De afgelopen week heb ik bij het schemeren, als de zon bijna ondergaat, heb ik filmpjes gemaakt over de vleermuis vanaf het balkon. Dat is waar wij wonen. En hier, dit is het oude gebouw wat wij verhuren. En rond dat oude gebouw, daar kun je de vleermuizen vinden. De vleermuis is een nachtdier. Als de zon ondergaat, dan komt hij tevoorschijn. En dan gaat hij op zoek naar insectjes, motjes, alles wat er rond de lantaarnpaal bijvoorbeeld vliegt. Dat eet hij op. Het is echt insecteneter. De vleermuis die slaapt overdag in de holtes van bomen of in grotten. Maar bij zo'n oude boerderij als hier gebruikt hij ook wel de spleetjes die tussen de dak en de muur zijn. En daar kruipt hij dan tussen en dan hangt hij op zijn kop. Hij slaapt op zijn kop, hij hangt aan zijn pootjes. Daar zit een speciaal systeem in en daar klemt hij zich mee vast en die slaan een soort op slot en dan kan hij niet vallen. Dat is grappig, hè? Deze foto van een vleermuis kun je goed zien hoe die eruit ziet. Zijn lijfje is behaard, net als een gewone muis. Daarom vind ik het zo raar dat de Fransen hem chauve-souris noemen, want chauve betekent kaal. Maar misschien slaat dat wel op zijn vleugels. En jullie zien zijn oortjes, zijn kopje en dan de vlieghuid die tussen zijn vingers en zijn pootjes zit. Dat zal ik nog eventjes op een ander plaatje laten zien. Kijk, en zo ziet een vleermuis er van binnen uit. Hier zie je zijn skeletje, zijn ribbenkastje, zijn koppie. En dit is zijn arm. Onderarm en bovenarm. En dan gaat het door naar zijn hand. En hij heeft gewoon 5 vingers, net als wij. Dit zijn zijn vingers. En hier zit zijn duim. Die steekt er een beetje uit. Ik zal het straks nog even op de foto laten zien. En hier onderin zie je zijn kleine voetjes. Zijn ook net kleine handjes. En tussen die vingers en zijn voor achterpoten en zijn staart, daar zit die vlieghuid. En daar kan hij dus, als hij dat uitspreidt, mee vliegen. Een vleermuis is een zoogdier. Dat wil zeggen dat hij levend baart. Dus hij legt geen eieren. Nee, hij krijgt gewoon een babytje, net als mensen en koeien en paardjes en schapen. Precies hetzelfde. Ik zit hier op het balkon en ik hoop dat de vleermuizen langskomen. Ja, zagen jullie dat? De vleermuizen zijn nu heel actief. In het Frans heet een vleermuis een chauve-souris. Souris betekent muis en chauve betekent kaal. Een kale muis, dus eigenlijk. Terwijl in Nederland zeggen we vleermuis en vleer betekent eigenlijk een soort vlieg, vliegen, een vliegende muis. Best wel apart. En toch heb... en hier zal ik nog eventjes laten zien waar zijn duimen zitten. Hier zie je zijn duimpje, zie je dat? Dit zijn dus zijn vingers eigenlijk en daartussen zit die vlieghuid. Vleermuizen zijn behalve nachtdieren ook dieren die een winterslaap houden. En ze zijn heel actief nu omdat ze jonkies hebben. En in september, oktober dan zijn ze superactief. Dan is het de paartijd. En dan gaan ze zich ook even vol eten voor de winter. Voordat ze in winterslaap gaan. Dat is ook belangrijk voor ze. Als je een vleermuis vindt, laat hem dan met rust. Want vleermuizen zijn beschermde dieren. En je kunt er het beste iemand bij halen die er verstand van heeft. Vleermuizenopvang of dierenambulance bellen. Die komen hem dan wel redden. Daar ging er weer heen. Vleermuizen zijn nu op jacht naar vliegjes en andere beestjes. Chili, je staart zit in de weg. Vleermuizen zijn nu op jacht. Met hun sonar weten ze precies tot hoe ver ze kunnen gaan. Dus ze botsen niet tegen de muur op.
Ze spreiden een geluidje uit, wat wij eigenlijk met het blote oor niet kunnen horen. Daar zijn apparaatjes voor. En daardoor weten ze dat ze niet ergens tegenaan vliegen, tegen een muur of zo. Eigenlijk is het een heel knap systeem. Ik hoop dat jullie ze in beeld ook zien, want ik zie ze alsmaar vliegen. Ja, daar ging er een. Ze pakken de insectjes op. In de lucht. Dat is hun voedsel. Bij de lantaarnpaal, daar hangen altijd veel insectjes, motjes rond. Misschien dat jullie ze daar beter kunnen zien. Vleermuizen zijn echte nachtdieren. De hele dag slapen ze en dan 's nachts gaan ze op jacht naar eten. Daar ging er heen. En dan zoeken ze insectjes, nachtvlindertjes, motjes die afkomen op het licht bijvoorbeeld. Daar ging er heen, zag je hem. Om vleermuizen te spotten moet je een beetje geduld hebben. Maar er vliegen hier best wel veel rond en zeker rond de schemering. En op een filmpje, dan duurt het misschien te lang, maar... Als je hier lekker... Oh, ik zie ze alsmaar vliegen, maar het is net niet in beeld. Maar als je hier zou kamperen of logeren, dan kan je gewoon de hele avond naar gaan zitten kijken. Dat is natuurlijk geweldig zoiets. Ik kan jullie geen vleermuis in het echt laten zien. Dat gaat niet. Maar ja... Misschien kun je een keertje met natuurmonumenten mee of in heemtuinen willen ze ook nog wel eens een avond voor vleermuizen kijken organiseren. En dan hebben ze speciale apparaatjes en die registreren dan dat sonogeluid wat de vleermuizen maken. En dan weet je dat ze er zijn. En het beste is om rond schemering te gaan kijken en anders kom je een keertje hier op de camping. Gaan we samen kijken. Hartstikke leuk, toch? Vond je dit een leuk weetje en wil je eigenlijk nog wel veel meer van de vleermuis weten? Kijk dan eens bij de dierenbescherming op de website. Die hebben een hele leuke stuk over de vleermuis erop staan. En dan kun je er ook een spreekbeurt van maken. Misschien is dat wat voor jou. Tot de volgende keer!